Cusumango, un bacén por Cuaracha, San Domingo, Cumerengue. Aan de haven van Curaçao ligt Luna Blau, het nieuwste en enige theatertje van Curaçao. Met dit initiatief probeert men het eens zo bruisende culturele klimaat weer nieuw leven in te blazen. Theater Luna Blau is een initiatief van de heer Norman de Palm. Een middentheater waarbij we 225 zitplaatsen hebben en verschillende producties tot uiting brengen. We hadden onze mooie Centro Pro Arte, Schouwburg, met 600 zitplaatsen. Dat functioneert helaas niet. Vele producties worden gehouden in het World Trade Center. Ik denk dat we het enige theater zijn dat echt gefocust is op dit soort producties. Op theater, op muziekproducties. We hebben nu een operazangeres ook hier kunnen ontvangen vanwege onze akoestiek. Dus ik denk dat wel. We hebben verschillende zalen hoor op Curaçao, maar dit is het enige theater. Vier keer heeft Bonnie de Blanke de vrede aangeboden. Maar de Blanke wilde geen vrede. In Luna Blau treffen we bekenden uit Amsterdam aan. Theatergroep De Nieuw Amsterdam is op tournee en speelt er een eigentijdse visie op de zwarte helden Baron, Bonnie en Joli Coeur. Dat zongen ze, de krijgers. Bij hun heilige Posuma Grim, waar de aarde wit was, waar ze hun gezichten mee insmeerden, voordat ze ten strijde trokken tegen de bakkers. Dat zongen ze, en ze lieten de Ajida roffelen, en de slaven op de plantages die spitsten hun oren, en ze fluisterden elkaar toe. De 17 augustus is een belangrijke slavendag, de opstand van onze Tula en de drie helden, Baron, Bonnie en Joli Coeur, daar trekken wij toch een lijn in. Hier merk ik wel dat het slavernijverleden wordt hier, alsof men hier iets anders mee omgaat. Het beperkt zich tot een strikt, geloof ik, men heeft hier één verhaal van Tula, een man die ooit een opstand heeft ontketend. En daar houdt het op, maar die geschiedenis als zodanig, zeg maar het historisch besef van en ook de beleving daarvan en daarmee. Ik voel toch een soort van, bijna een soort van schroom of lichte verdringen. Ik weet het niet. Ik ben daar toch natuurlijk te veel buitenstaande. Maar dat is wat ik zo'n beetje even om me heen voel en merk. Is dit een aanvulling op wat er hier al was? Het theatertje. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel erg leuk. Ja. Ja, absoluut. Want u woont hier al langer? Ik woon hier een jaar nu. Een jaar. En ja, voorheen niet zo heel veel theater gezien. Wel in het WTC bezocht. Maar nu, met dit theater is er absoluut een aanvulling voor Curaçao gekomen. Ja. Het maakt de avonden gezelliger. Ja. Interessanter. Ja, nou zeker met dit soort onderwerpen, wat denk ik heel erg interessant is op een eiland als Curaçao, waar het leeft, denk het ik nou? Heel erg leeft. Ja, denk ja? ik wel. Ja, hoe merkt u dat? Ik weet niet of ik het echt heel erg duidelijk merk, maar de verstandhoudingen tussen blanke mensen en gekleurde mensen komt wel af en toe, het komt toch wel tot zijn recht dat het af en toe een beetje wrikt en doet, zeg maar. Zeker de houding van ons is daarbij heel belangrijk, denk ik. Dat we ons aanpassen. De strijd van vroeger leeft misschien toch nog steeds wel, ook in deze generatie. Heri Heri, kent u dat? Ik ken dit gelegd? Nee, nooit zo. Nooit in Suriname geweest? Nooit in Suriname geweest, ik ken het hele verhaal niet.
We zijn gewoon helemaal blanco hier naartoe gekomen. Ja, door Gilbert. Maar, ja. Wat vond u van het stuk? Hartstikke mooi. Ja? Ja, ja. Wat sprak u erin aan? Nou, eigenlijk gewoon het hele verhaal wat ik gewoon niet ken. Dus dat is gewoon iets nieuws voor mij. Of nieuw. Nou ja, goed, ik weet natuurlijk van de slavenhandel, maar voor de rest ken ik het hele verhaal niet. Dus dat spreekt me wel aan. En op deze manier gebracht is natuurlijk ook hartstikke leuk. Zo, u woont op Curaçao? Nee. Ik woon gewoon in Nederland. Ik ben op vakantie. U bent op vakantie? Ja. Ik krijg er zomaar een stukje slavernij verleden mee. Ja, dat is toch prima. Ja. Hè? Want het leeft wel heel erg in Nederland op het moment. Ik ben er zelf, merk ik toch niet zo heel veel van. Ik weet dat het monument is onthuld en dat daar natuurlijk dan wat rondomheen is gebeurd. Maar voor de rest ben ik er toch heel blanco in, om maar zo te zeggen. Dus blank in. Dus daar gaat het een beetje langs u heen en hier zit u er ineens midden in. Ja. Nou, dat is weer alleen goed om dat eens mee te maken en eens te kijken hoe dat gebeurt. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Leuk is, ik vond het gewoon interessant. Ik heb hier twee avonden lessen gegeven aan spelers. De tweede avond was er een compleet gezelschap, een volkstheatergezelschap. 12 spelers met hun regisseur en nog een andere gezelschap. Dus dan zaten we met 18 spelers in een dansstudio. En daar heb ik met ze gewerkt. Vond ik ontzettend leuk. Het barst van talent. En dat zeg ik helemaal niet om te stropen. Maar dat is echt opvallend. Voor wie is Teatro Luna Blau? Jeetje, voor heel Curaçao natuurlijk. En voor alle mensen die op het eiland zijn. Je moet er een plek van maken waar al die makers en spelers van hier kennis kunnen maken met uitdrukkingsvormen of theaterstijlen van elders. En dan zou ik, want dat is wel wat Norma de Paul natuurlijk ook nastreeft, van internationale programmering naast de lokale programmering. En ik denk dat 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 enorm uitgebuit kan worden qua uitwisseling. Zo sterk was haar wil om terug te gaan naar Afrika. When I saw you, mujer, it is joy. When I saw you, mujer, it is joy. You na mama, me na pia.